ouders zien met leden ogen dat hun kinderen avond aan avond voor de buis zitten. Van tv kijken word je lui en het bederft het plezier in lezen, zou je denken. Maar dat blijkt niet te kloppen volgens een nieuw onderzoek in Leiden. Kinderen zouden zelfs beter leren lezen door de ondertiteling op tv. Een reportage van Ruud Hendricks. Kijk je vaak naar de televisie? Ja. En hoe lang ongeveer per dag? Ja, een uur of zo. Een uur. En wat voor programma's kijk je dan? Ja, Kind of Kinderen en... ja, soms geef je het op of zoiets. Kijk jij vaak naar tv? Ja, heel vaak. Ja, vertel eens, hoe vaak? Nou, elke dag wel een keer. En, kijk je lang dan? Meestal wel anderhalf uur. Elke avond. Ja? En kijk je lang? Ja. En wat voor programma's kijk je dan? Kinderprogramma's. En ik kijk wel eens Pippi Langkous. We denken dat kinderen die veel televisie kijken lui en gemakzuchtig worden. Dat ze zich slechter kunnen concentreren en daardoor meer moeite hebben met lezen. Het klinkt aannemelijk, maar het tegendeel blijkt nu uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Leiden. Nou, het meest opzienbarende was dat kinderen die veel televisie kijken gestimuleerd worden in een technisch lezen. Dat betekent het snel omzetten van losse letters in woorden, dus eigenlijk de leessnelheid. Dat komt natuurlijk doordat kinderen die veel televisie kijken veel ondertitels meelezen. En daardoor krijgen ze een bepaalde oefening in het technisch lezen. Je moet ons helpen. Wat is er dan? Bella is weg. Vertel rustig wat er is. Sigaar heeft beauty en wij hebben het goud. En nu is Bella weg. Wat vind je nou leuker, lezen of televisie kijken? Televisie kijken. Waarom vind je dat leuker? Ja, daar kan je tenminste kijken. Dan hoef je niet zelf te lezen of zo. Dat vind ik gewoon wel vervelend. Wat vind jij het leukste, lezen of televisie kijken? Eigenlijk televisie kijken. Ja, en waarom vind je dat leuker? Dat je tenminste kan uitrusten en zoiets. Oh, dan word je niet zo moe? Nee. Bij lezen zit je steeds na te denken. En als iemand je stoort, dan zit je door de war. En dat zit nou niet uit te rusten. Van lezen word je moe. Van televisie kijken rust je uit. En je steekt er nog wat van op ook. Dat vindt ook een ervaren onderwijzer. Ja, daar kan ik me inderdaad wat bij voorstellen. Het is toch zo dat in Nederland heel veel series op televisie komen met ondertiteling. Dat staat er een tijdje onder, dat is vrij snel weg. Kinderen zullen toch ook, en volwassenen overigens ook, dat in een flits in zich opnemen en kennelijk een stuk ervaring opdoen in het herkennen van de woorden, in het decoderen van die woorden. En ik kan me voorstellen dat als je dat een hele tijd doet, dat een effect heeft op de ontwikkeling van de techniek van het lezen. Ja. Uit het onderzoek van Koolstra blijkt dat televisie kijken juist niet geestelijk lui maakt. Het ziet er misschien wel zo uit, maar de kinderen zijn actief bezig met het volgen van het verhaal. Toch vindt Koolstra dat kinderen niet te veel televisie moeten kijken. Aan het begin van de basisschool blijken er grote verschillen te bestaan tussen goede lezers en zwakke lezers. En onder invloed van de televisie worden die verschillen eigenlijk alleen maar groter. Want goede lezers die gaan op de duur meer lezen en zelfs iets minder televisie kijken. Terwijl kinderen die moeite met lezen hebben, het lezen dus lastig vinden en daardoor meer televisie gaan kijken en minder leesoefening krijgen thuis. Het gaat ook bij ondertiteling niet zozeer om het begrijpen wat daar staat. Dat zie je toch wel in het plaatje, maar het gaat alleen maar om de techniek. In haar eentje? Ik begrijp er niks van. We vertellen het nog wel. Pak de paarden. Schiet op, Walter. Sneller. Televisie kijken bevordert volgens het onderzoek het technisch lezen. Maar om goed te leren begrijpen wat er staat, moeten kinderen naast televisie kijken ook veel boeken lezen. Ik zou ouders aanraden om vanaf heel jong kinderen toch wel in het televisie kijken te beperken. Dus kinderen minder televisie te laten kijken. En het lezen te stimuleren vanaf jonge leeftijd. Door bijvoorbeeld voor te lezen vanaf heel jonge leeftijd. En zou ook kinderen echt aan lezen toe zijn, zelf gaan lezen, zou ik inderdaad de kinderen goed voorzien van boeken. Zodat ze flink hun leeswoede kunnen botvieren.
Wetenschappers vinden dat kinderen meer boeken moeten lezen. Maar het is de vraag of kinderen daar een boodschap aan hebben. Kijk je iedere dag naar de televisie? Soms, bij mijn opa. Maar thuis? Meestal, heel vaak. Maar heb je thuis geen televisie? Nee, maar daarom ben ik ook heel vaak bij mijn opa. Om televisie te kijken.